In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het eerste kroonjaar is 150 jaar Hindoestaanse immigratie, op 5 juni aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze derde editie belichten wij de Hindoestaanse cultuur, met name kleding, muziek en taal. Dit verslag is van Sifra Goudland. Ja, zoals u hier ziet, we hebben de modernste kledingstukken wat we hier tegenwoordig aandoen bij de Indiase kledingstijl. Hier heb je dus eigenlijk heel veel rokken en blouses, hele korte blouses. En ghagra cholis worden ze genoemd. En zoals u ziet, ze zijn heel veel bewerkt. Je hebt vanaf satijn tot katoen, kaki stof heb je met hand bewerkt, paljetten, steentjes, dus heel veel bewerking. Hindoestaanse contractarbeiders werden in India in de stad Calcutta, het huidige Kolkata, verzameld en ingescheept. In die gebieden werden er naast andere stoffen ook veel katoen gedragen en dat namen de voorouders mee naar Suriname. Dansdocente Siske Rama zegt dat de stijl van de kleding is gebleven, alleen de modellen worden gemoderniseerd naar de tijd. Wat we veel merken tegenwoordig is dat er komen veel fusions ook in kledingstukken voor. Je hebt bijvoorbeeld een Afrikaanse print in een Indiase kledingstuk. Dat heb je heel veel. En de vraag is ernaar. De designers beginnen veel meer daaraan te werken. Maar ze proberen het traditionele toch nog te houden. Maar ze gaan toch wel met de tijd mee. En dat is goed. Want de jeugd van tegenwoordig moet natuurlijk weten wat onze traditie is. Maar ze mogen ook meedoen met hun tijd. Wij gaan overstappen van traditionele Hindoestaanse kleding naar traditionele Hindoestaanse muziek en muziekinstrumenten. De immigranten en de slaven en al die contractarbeiders hebben wat meegenomen. En de Mai en Baba hebben ons rijkdom als eten, drinken, klederdrachten en de religieuze boeken, Ramayana, Bhagavad Gita, hebben ze ook instrumenten meegenomen. Want als je geen muziek hebt, dan heeft het geen kleuren. Dan hebben ze harmonium meegenomen, de dhol meegenomen, de taal, de jhaal. En zoveel, denk ik, 150 jaar terug in de boot Lalaroek, 1873. Moet je nagaan dat dit is bijna 75 jaar, 80 jaar oud. Wauw. Ja, dit is 80 jaar oud. Dit noemen wij harmonium. De historische basis van de Indiase muziek ligt in de vocale traditie. De zanger of zangeres was de belangrijkste solist. Volgens muzikant Chris Ramkelawan is de ontwikkeling van de traditionele Indiase muziek goed te noemen als hij kijkt naar de jongeren. Wat ik nu de ontwikkeling meemaak, is het heel goed. Omdat wat nu gebeurt, dat die jongeren een beetje meer met de moderne muziek meegaat. En ze behouden de traditionele, ook wij waken dat. Wij kijken uit dat die jongeren de traditionele, de flavor van onze klassieke behoudt en yet met de moderne muziekinstrumenten meegaat. Die tassa bijvoorbeeld, die authentieke tassa bestaat niet meer. Dus dat is een beetje meer brassband-achtig geworden. Maar dat is een Caribbean flavor, noemen we dat. Uh-huh. Maar dat zijn de ontwikkelingen. En dat ga je blijven krijgen. De chutney wordt met een band gespeeld. Diezelfde gori-gori toen we op een bongo gingen spelen. Serieus op een drum. Dat is een mooie ontwikkeling. Suriname Hindi Parishad, ik coördineer alle Hindi scholen. We hebben zo'n 80 Hindi scholen. En die maken één keer in het jaar, in 6 niveaus, examen. En alles wordt door ons gecoördineerd. Examen wordt door ons samengesteld. Verder doen wij ook, geven we ook lessen in Sarnami. De taal ontstond voornamelijk door vermenging van verschillende dialecten of taalvarianten uit en rond de huidige Indiase staten. Ter illustratie gaat het om circa 34.000 contractarbeiders die tussen 1873 en 1916 door de Nederlandse koloniale overheid naar Suriname gehaald werden uit verschillende gebieden.
Satyananta Prangsoek, voorzitter Suriname Hindi Parishad, gaat in op de kracht van het Sarnami. De Sarnami-taal, omdat wij, onze immigranten, niet van één plek zijn gekomen, zijn van verschillende plekken gekomen. Dus iedereen sprak zijn eigen taal. En op den duur hier in Suriname, met de lokale talen, is het een taal gaan worden. Dus het is een mix van alles, maar het heeft veel van de Hindi nog erin. Dus voor iemand die zijn naam kent, die kan heel makkelijk Hindi leren. En Bollywood, dat is ook een mix van Hindi en de lokale taal van meestal Bombay en zo. Dus wij verstaan elkaar heel goed. Maar er is een verschil. De Hindoestaanse cultuur is heel uitgebreid. En zowel Rama, Ramkelawan als Pamsoek hopen dat dit deel van de geschiedenis van de Surinamer van Indiase afkomst niet verloren gaat.